Even een andere vraag. Daar ben ik nou echt wel benieuwd naar, maar ik denk heel Breda wel. Wat is jouw mooiste voetbalmoment? Als speler samen... of als trainer? Ja, doe het maar allebei. Nou je er toch op de persconferentie bent. Als speler... heb ik wel heel erg genoten van de bekerfinale. Ik zat bij EKC, bij Twente Oceaan. Dus mijn maat, overleden maat. Henny Soffers. Was zo'n trainer van Twente B. Ik heb gewoon tranen van hem ogen. Ik mocht toen, ik weet nog heel goed, hij zei van spelen bekerfinale. En hij zei, kom maar mee trainen met ons. Ik had toen mijn enkelbanden ingescheurd. En ik trainde toen mee met Twente B. Hij zegt tegen mij, luister Oggy, hij is geen start gewoon. Ik zeg, je gaat toch niet een jongen de C laten starten? Hij zegt, boeit me niet. Ik ken nog heel goed. Hij zegt, je bent beter dan een aantal andere jongens die op ons instaan. Hij is geen start. Speelde dat Twente B tegen Groenwit B. Speelde de bekerfinale, ik mocht erin staan. En hadden gewonnen. Was op het sportcomplex van Desk, mijn nagaan, dat is een paar jaar geleden, ik weet alles nog. Ja, kriebels man, Henny Soffers, kriebels man. Ik had een tijdje in het B dat ik niet helemaal lekker lag bij Twente met een aantal trainers en Henny kwam. Henny had op hoog niveau gespeeld, de zoontje had met jong Oranje gespeeld met Rijkaard en zo weet ik het allemaal. En Henny nam mij toen mee naar die bekerfinale, ja, dat was geweldig. Dat vergeet ik nooit. Zoveel vertrouwen, dat was gewoon een voorbeeld voor mij jongen. Hij gaf spelers vertrouwen. Hij liet ons allemaal geloven dat wij zo goed konden voetballen. Hij zei ook, het maakt me niet uit of we nou tegen NAC spelen of tegen Willem II spelen, ons eigen spel. We hebben tegen NAC geoefend een paar keer, ging ook gewoon goed. Weet je, hij deed wat, hij was een voorbeeld voor mij. Het was ook een karakter, een persoonlijkheid. We moesten ons ook onze schoolrapporten laten zien, als die niet goed waren mochten we niet trainen. Het is raar hè, dat niemand dat Vendo dat doet. Bij een kleine club als dat Vendo deed hij gewoon. Hij zei schoolrapport, anders niet trainen. Hij was... Kijk, en als trainer heb ik natuurlijk de reis naar Curaçao meegemaakt. Bizar. Ja. Kom niet uit je woorden, jongen. Bizar, kijk. Is het raar dat je 3 jaar een voetbalschool hebt en dat je een derde jaar dat je gewoon naar Curaçao gaat, daar mag voetballen. Mm-hmm. Bij amateurverenigingen, bij de bond, tegen hun voetbalscholen daar, alles op en eraan. Ja, dus, we hebben ouders van Bob Mirai en Louis Verhoofd, die hebben me heel erg geholpen daarmee. Dat zal ik ook nooit vergeten. Die hebben altijd natuurlijk een plekje in mijn hart, dat ze mij dat hebben gegund. Het is gewoon een gunfactor. Kijk, ze hebben toen heel alles geregeld voor ons. We hebben daar ook een huis en die verhuren ze. En, ze hebben toen alles geregeld daar. Grappig. Maar het allermooiste moment, ja, dat van mijn trainerscarrière, dat was echt prachtig.